Deze editie doet Jort zijn naaldhakken uit in flesjes boven de 10 miljoen. Dragen niet alleen kakkers een zegelring? Eren de heren een gentleman journalist die altijd gelijk had. Lukt Ivo aan een muis. Shoot Jord zwarte golfjes en Seattle rijders zijn achterbumper. En leren we de broers hoe je shoot met Louis, Chanel en Hermes. Bonjour, Ivo. Ik heb het idee dat uh, het Bretonse zout er bij jou niet echt lekker in zit deze ochtend. Nee, ik heb wat kwalen. Ja, het was ook al heel vroeg, maar. Ja, ik, ik ga herstellen. Oké, okay, het komt allemaal goed. Hé, hey, uh, luister, we staan er eigenlijk helemaal alleen voor. Ik krijg een berichtje van de directie: dat, um, een mailtje van ja, Sander en, uh, en Jaap Die zijn nu overgestapt naar, de, na, naar Podimo. Dat is die, die, die Deense uh, roversbende. En oh uh, die krijgen daar dus kennelijk een, een bedragje voor de, voor de pot. Nou, ik heb ook met ze gesproken namens jou, jou ook, dat wist je niet. Mm -hmm. Ik heb wel gedaan. Dank. Ja, die kwamen met 10k uh, per aflevering door. Ik zeg ja, dat zijn niet eens mijn kosten. De Oké. Okay. Nee, ja. nee, toen had ik het nog niet eens over onkosten gehad. Oh. Dus ik we doen het niet. Ja, dus nee, wij zijn zitten. nu uh, de, de podcast hier die de tent draait houden. Wij zijn de hoeders. Maar ja. je zag al een beetje de teleurgang. Want we wilden de deur openmaken en de kruk ging eraf. Dus, de kruk ging uh, eraf. Ja, het is, het is uh, allemaal niet best. We gaan renoveren. Dus zij kiezen, denken ze, voor het grote geld. Maar goed, wij, wij, wij uh, runnen uh, het, het hoofdkantoortje wel even. Sander, ja. maak je geen probleem. Voel je niet bezwaard. Ik ben ook erg voor het opheffen van kloven. Dus we gaan, ook, uh, uh, we gaan keihard verdienen nu. De snopkaast. Niet inclusief, maar exclusief. <laughs> en om daarmee te beginnen, omdat we natuurlijk ook het geld moeten uitgeven, dat is ook wel snopwaardig. Um, dacht ik gisteren, weet je wat? Ik ga eens even naar die kijkdag op de dam, <laughs> um, want het duurste appartement naar verluid van Nederland. Wordt daar uh, verkocht, dat is op Dam nummer 5. Dat is zo'n penthouseje naast ja. de Bijenkorf, ja. weet je wel? Een soort schoenendoos op een dak. Ja, daaronder ja. heb je die tent van Won Jip, dat Majestic. Ja. Majestic, zat het wel heten. En daarboven heb je dan een, een fletje. Ja, weet ik het, een paar honderd vierkante meter. Um, en ik trof een, uh, ja, het is niet echt, vind ik, een top A-locatie. Wie wilde dan op de Dam wonen. Maar goed, uh, Won, uh, Won woont er zelf dus ook niet. Er stond iets heel merkwaardigs in de uitnodiging. Namelijk tussenkopje naaldhakken. Een vriendelijk verzoek aan de dames. Geen naaldhakken om beschadigingen aan de vloeren van het penthouse te voorkomen. Wat heb je nou aan een penthouse als ze geen naaldhakken binnen mogen? Jezus, ja, dat zou ik dan ook. En ook nog weer parkeren in de, in de ja, je, Achteraan Bij de, de bijkorf of op de Kolk. Ja. Dus dan koop je een flat van 10,5 miljoen euro. Nou, nee, op zich redelijk. Maar nee, nee. dan heb je er geen parkeerplaats bij. Geen idee. En dan mag je vriendin mag je naaldhakken ja. aan of je hoep verloven. We hebben nog wel een FM. alternatief. Daar, op de gracht dan, met eigen garage. Stapelen, auto's, tuin. Drie panden, drie panden naast elkaar. Ja. Keizersgracht. Een pandje, drie geschakelde grachtenpanden ja. vlakbij de Leids, ja. hè? Ja, iets meer dan 30. Nou, dat is ja. Londens. Ja. De, de, oh, 30 ja. miljoen. Ja. ja. Maar dan heb je Dat is niet. Maar het is een niet. vraagprijs. He. Ik het is de het, dat ja, goed, gaan Dit is een schoenendoos, hebben ja. we gezien. Nou dus. ja, goed, oké. Okay. Dus in Amsterdam is nu, maar dat moet je echt voor de goede verstaander. Uh, een, 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 zeg maar een geschakeld ding volgens mij. 2500 vierkante meter met koetshuizen erbij, grote tuin. Ja, ja. Uh, voor, voor 30, 32 miljoen. Dat is redelijk. Um, maar dan gaan we kijken van. Uh, wordt Amsterdam eigenlijk een metropool? Wordt Amsterdam een echte stad? En dan slaakt de FT weekend, zoals ieder weekend, dus weer open. En daar stond een fantastisch verhaal in over de Super Tolls. Ja. En de Super tolls, dat zijn die. Uh, er zijn er een stuk of drie, vier nu in New York inmiddels. Van die flats die, die heel smal en heel dun en heel hoog zijn. En het absolute hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk, is nu ja. um, uh, wat is het. Uh, 111 West 57, daar is een ding gebouwd, 435 meter hoog, dus bijna 1500 voet. Um, 46 appartementen, op zich redelijk, in een verhouding van 1 op 24. Dus 1 meter vloeroppervlak, 24 meter de hoogte in. En FT had eigenlijk een heel negatief verhaal over, ze zeiden, this isn't housing. Het is eigenlijk een, uh, een soort superjacht, alleen dan in de stad. Ja. En het is een hele dikke vinger dan in, naar de... 99,9% die er niet kan wonen. Ik denk overigens de 99,99%. Want ik heb even de prijzen gecheckt. Nou, dan kun je inderdaad... Keizersgracht misschien een schuurtje verkopen. De, 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 de kleinste appartementjes beginnen... op zo'n 8 miljoen. Mm -hmm. uh, maar dat loopt leuk door... voor het penthouse naar 66 miljoen dollar. En dan heb je... en dat vond ik wel weer geestig. Ik bedoel, naaldhakkers schijn je daar dus wel te mogen dragen. Alles is van Onyx, hè? van dat groene marmer. Maar er is, zoals dat heet, een oversupply of WC's. Dus een okay. beetje huis heeft ja. tegenwoordig sowieso meer wc's dan kamers. En hoeveel badkamers? Acht badkamers. Per, per appartement? Ja. Nee, niet per... Ja, oh. Nou ja, per, per, per nou ja, appartement, ja. dat zeg je toch niet? Flesje. Flat. Een flat? Ja, een flat. En waarom is dat ook alweer? Ah. Ja, omdat dat één verdieping is, dus het is... Uh, ja. Ja, ja. Daar heb ik een heel mooi fragment van. Ik weet nog dat ik een keer een interview had met Gravin Doutremont. Dat ja. is een nazaad van de, van de eerste belangrijke maîtresse van koning Willem I. Hè, in de 19e eeuw natuurlijk. Mm -hmm. En zij woonde... Uh, samen, zij is getrouwd uiteraard met een, met een prins. Met de prins de Merode. Een hele vooraanstaande Belgisch-Duitse familie. En ik was dus op het slot de Merode in Duitsland. Net over de grens. Om ze te interviewen. En ik vroeg de gravin. Hoe is dat eigenlijk, dat wonen op dit kasteel? Want het was echt zo'n 14e, 15e eeuws kasteel. En toen zei ze dit. Ik ben altijd in een kasteel... Ik heb altijd in een kasteel ja, gewoond. Uiteraard. Ja. Ja. We hebben een grote feier ja, 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 ja. Vuur in 2000. Ja. 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 En dan we hebben we in een huis gewoond. En het was zo nee. gemakkelijk, zo ja. mooi. Oh. Oh, oh, ja. Ja. Daar verlangt u bijna naar. Ik kwam terug ja. hier en ik dacht, ja. dacht oh lala. En daar heeft de u thuis nooit van gehoord: het is een probleem. Op een kasteel wonen. Je moet het bijhouden. Het is natuurlijk toch een beetje minder comfortabel dan op een vlechtje in Zoetermeer. Ja, ander verhaal. Ik heb met u te doen. Ja. Dat vind in mooi hè ja bijzonder maar ze heeft ze dus over flat en zo hoor je het ook te noemen als er geen verdiepingen in zitten ja maar een ja. flat klinkt ook een beetje voor veel mensen die het niet snappen als goedkoop ergens in een buitenwijk zo'n lelijke zo'n zo'n galerijflat dat ben je wel kwijt als je eenmaal in New York bent geweest ja. Ik, ja en nog even terug naar die super tolls. Dus ze zijn er een stuk of vier nu in New York dat heet inmiddels de billionaires row Mm -hmm. Ik vond het stuk in FT eigenlijk best negatief. In de zin van, ja, ze onttrekken zich aan de wereld. Ze staan op het Steinway. Ja, beeld, beeld moet de, jij de, kennen. Ja, waar ik de vleugels worden. Ja, maar. toch? Ja. En daar zijn ze eigenlijk opgezet. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar de straat daar beneden gaat dood. Het enige wat je nog hebt is een conciërge. En het grote probleem, dit is eigenlijk mm -hmm. een dood gebied in de stad. Geen restaurants meer. Um, het grootste nadeel is natuurlijk, dat vinden ze, uh, de mensen er niet wonen. Want de mensen ja. die dit soort huizen kopen, ja. ze zeggen het is eigenlijk een safe deposit. Het is een eigenlijk ja. gewoon een ja. Uh, ja het is eigenlijk gewoon een brandkastje waar je je geld in parkeert. Maar ja, dat geldt toch ook in Londen ook? Ja. Al die rolluiken ja. en al die drie verdiepingen die daar de grond in gaan. Ja. Je woont ook letterlijk in de wolken, denk ik. Nou wat lekker He? hoor. Dat, dat bovenste penthouse dat zit dus op 400 meter plus. Hoe lang zit je dan dat in? Het is de lift? drie verdiepingen. Het is helemaal van glas van buiten. Ja. En ja, dat lijkt me toch wel een hele stoere plek. Want je hebt dus op ooghoogte, krijg je je eigen vliegtuig voorbij. Ja. ja. In New York sowieso een beetje een, een dingetje. Ik zou het toch licht ontheemd voelen, denk ik. Ja, nou goed. Dus jij blijft gewoon lekker in de stad... en je schakelt in voor het appartementje op de Keizergracht. Daar ga ik een bordje op doen. Oké. Okay. Gaan wij door, Ivo. Um... Nou ja, ik praat maar door en praat ja. maar door. Maar volgens mij is het maandagochtend en dus ja. tijd voor een glas. Ik ben een beetje zwakjes, dus ik geef jou een... Uh, omdat ik wil vieren dat jij een beetje bent afgestapt van louter witte wijnen. Je ja. bent zo'n witte Bourgogne-jongen. Maar ik heb nu een rode Bourgogne meegenomen... die ik in de beste traditie van mijn grootvader niet in één avond opzuip... maar minstens twee avonden. En ik wou toch oh. jouw reactie even... Huh? Nou, ja? ik was voeten terug naar de rode wijn. Maar als je het <laughs> goed vindt, duik ik nu weer even terug de Poudine in. Want ja? dit is werkelijk. Ja. Nee. Wat is dit? Dat is heel. Uh, ja, ik. Uh, en, het, ruikt... het, het is heel goed. Neuf? Ja, heel goed. Ik heb nu echt uh, ongelooflijk waar een testje met jou gedaan. Ja? Want ik dronk deze fles. En hij had geen kurk. Maar hij was. Uh, geen afdronk. Er geen, hm? was iets mee. En zo leerde ik bij de. Uh, mijn wijnleverancier uh, over het fenomeen muis. De muis. wijn heeft muis. Ja. Nee, nou, geen scheikundige verhandeling houden. Maar de, het heeft dat. De, de wilde gisten. of melkzuurbacteriën. die slaan op hol. Doordat er misschien niet goed hygiënisch is gebotteld. En dan kan je dit effect krijgen. dat dus totaal anders is dan kurk. Het heeft een, een, ja, een dode muis. Een beetje alsof je. De, maar hoe komt het? Is het omdat die kurk lekker is ja, of nee, wat? Nee, nee en, 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 niet hygiënisch uh, gebotteld. Er kan net een vuiltje in zitten. Het, maar het gewoon, met, een, gewoon het zijn, een wijnbouwer het, met vieze handen. Het, je ziet het heel veel nog in de natuurwijnen. die we ook al niet ja. aardig hebben behandeld. Daar heb je heel veel met de problemen met die wilde gisten. Maar, maar komt het omdat dan die? die ik weet niet of we als naar de nagels van de, van de wijnboer kijkt... maar die staat natuurlijk in die bak te trappen om al die drijven lekker te ja, Maar goed, en dat ja. heb ik nu in mijn glas. Nou, er wordt gefilterd en er wordt natuurlijk ook sulfiet aan, aan toegevoegd. Dat is, eh, daardoor voorkom je ja. het. Komt heel. Ik, ik heb hoe lang drinken wij nou wijn nog nooit over de ja, muis gehoord. Kor, kor, kort en goed, betekent dit dat wij dus nu op deze maandagochtend zonder alcohol zijn? Ja, voor het dus eerst. Dat is, dat een, is best een, wel een klapje ja, een, aandeel. Ik, ik zeg nu unicum. <laughs> okay. Ben je ook een matige man? Laat je snoep voelen dan. Mail je vraag naar de snoepkast um, We kregen een berichtje via Instagram van Martijn L. En die zegt. Je ziet het steeds vaker bij, vooral jongere mannen, de tegelring van een afstand te verwarren met een zegelring. Wat vinden de heren van de zegelring en hoe heurt dat eigenlijk qua het dragen ervan? Dat zinnetje loopt niet helemaal lekker, maar de vraag is wel duidelijk. Ivo, de zegelring of dan wel de tegelring? Ja, ja. Um, ja, een patriciaat, adel draagt of draagt, kan een zegelring dragen. En, um, um, je hebt natuurlijk de tegelring, daarbij is hè? Daar heb je niet het recht om hem te Je hebt ook nog de vlegelring. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord nee, hebt. Dat, nee? dat is als je in, het, uh, in de ring je initialen laat zetten. Oh, dat okay. kan ook nog. Ja. Ja, ja. Ja. Want het is de, natuurlijk oorspronkelijk bedoeld, zegering, om een brief te verzegelen met van die, ja, die rode lak. Ja, dat, is, dat is natuurlijk de geschiedenis. En je kreeg ja. hem op je achttiende waarschijnlijk van je grootvader. Ja, denk denk door. dat ja. was lang in de familie en je mag dan een beetje kijken. En de Engelsen hebben hem bij voorkeur aan de linker. Ja, waarom uh, aan ja. dat pink, pink Ja, heel raar. Heel dandy. Uh, Nederlanders zijn zuinig, want het, het is natuurlijk beter dat je ring beschermd is door twee andere vingers, waardoor die niet beschadigd en je hem weer moet laten polijsten. Dat kost allemaal duur. Um, en dan heb je nog allerlei etiketten: van laat je het wapen, draag je dat wapen van je af of naar je toe. Uh, dat is, Geen idee. Wat, wat moet je doen? Nou, ik geloof dat het meest, uh, meest gebruikelijk in Nederland is dat je het wapen zo laat zien dat als ja. je zo zit, dat jij dat het de onderkant hier zit. En ja. dus niet naar jezelf gekeerd. Maar goed, er zijn in Nederland zo ongeveer, uh, ik meen 10.000. Uh, Mensen van Adel, die in het rode boekje staan, en zo'n ja. 20.000 patriciaat. Volgens mij sta jij er ja. nog in? Ja. Mijn, maar dat zijn, uh, mijn, dus er zijn maar 30.000 mensen in Nederland die zo'n ring mogen dragen. Uh, nou ja, je mag wel een tegel of een vleugelring dragen, maar als je echt recht hebt, Als je entitled dat, bent. Ja, dat moet dan toch, sorry, ja. uh, met een. Uh, nou, is het in mijn geval aan, aan moederskant, was het, uh, ik kan ik jou even laten zien, waar doet jou dit aan denken? Dit is het familiewapen van mijn moeder. Is het stijgend paardje. Ja, een zwarte hengst. Nou ja. En uh, mijn grootvader was zeer ontsteld dat een van zijn zonen... Hij zei ze de hè? dus... Hengst, dus ja. Ja. Okay. Mijn oom had geveinsd economie te hebben gestudeerd, had dat niet gekregen van mijn grootvader dan ten einde raad een Garage voor Alfa Romeo, Saab en Lancia en plakte bij de nieuw afgeleverde auto's het familiewapen, namelijk dit stijgende paard. <laughs> en Dat heeft mijn grootvader ontzettend veel pijn gedaan. Pijn gedaan, maar, nee. ja, 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 Omdat hij verplicht maar, in een Ferrari of in een, in een Lancia met een ferrari logo oh Ja, het familiewapen misbruikt. Ja. Dat was natuurlijk uh, ja. Maar goed, het is, uh, de, de Engelsen zijn er het meest mee vervlochten, kan je zeggen. Die hebben, uh, los van het feit dat ze in de Tweede Wereldoorlog heeft. En Mine 19 heeft uh, zegelringen gebruikt om uh, cameraatjes in te doen. Ja, boodschappen dat is over. Dus dat ja. is, maar goed, um, oorspronkelijk, als je, ik vind toch. Een, een familiewapen hebben is natuurlijk ja. een mooi verhaal. Er zijn ook heel ja. veel uh, zeg maar, foute familie. Bijvoorbeeld de familie van Loon. Aan de ja. familie hier. Die, die hebben nog uh, van die Morianen erin. Het zijn dus echt zwarte. Uh, of, of wilde mannen, noemden ze het ook ja. wel. Die hebben een vent met een knots en zo. De, de, heel veel foute verhalen. Nou, als Silvana Simons uh, het rode boekje in handen krijgt. dan hebben we heel wat kamervragen volgens mij. Maar goed, zij weet niet wat het rode boekje is. Dus dat is prima. Oei, maar die gaat sneuvelen. dus. Die, die, nou ja, dat die, 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 dat, ik denk dat er heel wat uh, afgetippex oh. moet gaan worden oh. straks. En het is natuurlijk oorspronkelijk los van die brief die je verzeegt. gebaseerd op de schilden van de ridders. Ja. waarmee je elkaar te lijf ging. zodat je wist wie je tegenover je had. Zo heet het ook in het Frans: hè? een ja. ring de chevalier. Ja. Goed, Ivan. Ja. Eigenlijk een heel onbelangrijk onderwerp. Nou, we, we zien, het, we, het is ik, wel een trend ik, ook onder jonge ja, kerels. We zagen het er gisteren. Ja, iemand gisteren hadden we zo'n jongen met een hele grote. Ja. Nou ja, dat was een vleegoring, hè? Dat was een vleegoring, Ja, wel ja. mooi. Tap op de snaps. Dat doet ons denken, want als we nou echt naar het wandje kijken: ja. waar wij, waar, waar wij voorzitten, onze snopwand... is er iemand op onze wand die geen zegeling heeft. Nou, kennen die misschien? Onassis nee, nee. misschien niet. Ja, deze vent zeker. Denk ja. Prins Philip zeker. Kunter nee. Sachs zeker. Ja. Zijn moeder was van Adam van Opel. de ja. um, Duke of Windsor. Uh, Michael Winner misschien niet. Angeli ja. wel. Zijn moeder van Adel ja. en Zijn vrouw en getrouwd er, met de prinses. Jazeker. Ja. Uh, nee, dus ja. eigenlijk ja. iedereen. Freddy Heineken is een beetje een schoffie toch? Had, wel, had Freddy... hij een zegelring? Nee, ik nee, denk niet hoor. Ja. Heineken niet hoor. Nee, die had altijd een blikje in zijn hand. Joh. Maar, um, een peuk. Maar even deze manier. We moeten het over deze ja, man hebben. Want daar ja. zien we hem ook in beeld. Ja, en dat ja. is natuurlijk de journalist. Gentleman-journalist uh, uh, Willem Oltmans. Ja. Die is voor ons toch zo'n man die we even als snop in het zonnetje moeten zetten. En waarom? Nou ja, volstrekt Rick, als recalcitrant. Uh, eigen. Uh, niet bang om ruzie te maken. Uh, Flamboyant. Uh, wereldburger. Had het idee dat bij iedere wezenlijke verandering in de wereld hij aan de wieg had gestaan en ja. kon dat overtuigend brengen en een enorme ja een kruising denk ik tussen maar misschien moet ik dat niet doen de, de, de tussen een borderliner en een narcist we moeten het misschien niet meteen typeren maar ja. hij, hij, heeft, hij heeft bijna een halve eeuw strijd gevoerd met de staat zoals maar je laten we ja. laten we eerst even aan de snobistische kant beginnen ja. uh, geboren in een in een rijke familie ja. Tegen de randen van het Gooi. huizen geboren in Baren gewoond, heeft op dat Barens Lyceum gezeten, uh -huh. had hetzelfde kindermeisje als de Oranjes, als, als Beatrix. Dus is goed opgevoed, had Indisch geld. Maar grappig, uh -huh. wel aan één kant van de familie uh, de uitvinding van, um, van, van kinine, yeah. althans een toepassing daarvan, is dus een kininefabriek, vermogen gemaakt, aan de andere kant um, bestuursfuncties in, in Nederlands-Indië. Je zag ook wel dat Indische bloed nog in. Hij had een mooie ja. kop. Altijd ja. bruin. Altijd en bruin. ook later toen hij ouder werd, grijze kop, ja. reed in sportauto's. Had net het goede ja. tweetjasje. Ja. Yes. Net Swen het goede. Ja. ja, dat altijd prachtig. En inderdaad, dat aan die pink, dat zegelringetje. Ja. Wel een man waar je geen ruzie mee moest maken. <laughs> um, en die uh, strong opinions had. De ja. journalistiek kan moeilijk met dit soort autonome types omgaan. Journalistiek vond hem natuurlijk niet autonoom omdat hij. Te bevriend was met allerlei staatshoofden. Dus Daar zullen we even iets over laten horen. Maar om te beginnen. Um, hij is natuurlijk. Uh, nou, hij is niet geleerd aan de koninklijke familie. Maar hij, er lopen bepaalde lijntjes, ja. lijntjes naar, dat, naar het Koninklijke Huis... Vanwege dat kindermeisje. Uh, tegelijkertijd was hij niet al te enthousiast over de vader van uh, Beatrix. Uh, Prins Bernhard. Laat hem even luisteren. Een beetje een oplichter. Hè? Zo komt hij uit dat boek naar voren. Als een glibberig, eh, eh, nonchalant, eh, zich met iedereen maar ankanijerende schuins marcheren. Nou, lekker zeg. Nou, Beatrix zal er wel erg blij mee zijn. Ik zou de tent sluiten hoor, als ik eh, zo te boek stond. Hij was, hij was pittig over Bernard, die natuurlijk in die Lockheed-affaire een, een meer dan scheef schaatsje mm -hmm. uh, reed. Tegelijkertijd is Bernard ook wel een, een man die bij ons op de, op de wand hangt in zijn Ferrari, in zijn groene Ferrari. Twee ja. keer volgens mij, één keer met Enzo Ferrari. Jou daar, en één keer uit, ja. zijn, uit zijn nieuwe Ferrari, uiteraard in Bernard ja. Groen stappend. Ja. ja. Dus, dus je wil een beetje voorzichtig met, met, die, met die oude boef van Lippe Bisterveld. Alsjeblieft. Um, maar het mooie van Oldmans vind ik ook, kijk, één van de... Um, Haperingen bij mij om ooit journalist te worden, is dat het altijd leek. Ik ben nog wel onze eerste hoofdredacteur bij Quote... dat je veroordeeld was tot een inderdaad een bestaan op een nietig fletje in een kreukelige jas, een ja. beetje smoeselig aan de check. Ja. Uh, het, 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 het heeft geen grandeur. Ja, nee. Het heeft geen um, ja, sommige journalisten, hele enkele journalisten die uit wat wat betere milieus kwamen, hadden dat misschien van nature wat meer, maar het stond mij altijd tegen. En daar was Oldman zo'n grote uitzondering tegelijkertijd. Um, heeft hij al, is er, werd hem altijd verweten, jouw, jouw band met uh, bijvoorbeeld Sukarno so, ja. uh, ja. was te innig. Uh, later met DC deze Bouters En ja. dat was waarschijnlijk ook wel terecht. Alleen de vraag mm -hmm. is: heeft hij daar echt geld van geaccepteerd? Of konden bijvoorbeeld zijn oude vrienden van de Telegraaf, waar die ooit werkte, en het Handelsblad, inmiddels NRC, um, ja. Zij, zij, zij konden er niet goed mee omgaan dat hij niet helemaal in een vakje paste. Hij had natuurlijk ook een heel spannend leven, voortdurend aan het vliegen. Ja. En, uh, zeer goede connecties. Dus het verwijt was, kijk, hij, hij was als net jongetje niet echt gaan studeren. Een beetje op Yale had hij gezeten. En echt in Yale, mm -hmm. in Amerika waren ze natuurlijk, uh, de rechtsfaculteit waren ze tegen een internationale betrekking, waar ze tegen de kolonie waren. Logisch ja. Amerika zelf een ex-kolonie. En vonden dat Nederland Indonesië moest laten gaan als kolonie. Hij kwam dus terug na de oorlog uit Amerika en keerde zich in zijn standpunt, hoewel hij die Indisch verleden had, mm -hmm. om eh, Sukarno, de Indonesische president, moet gewoon... Ja, hij heeft gewoon recht op dat land, wij hebben daar geen recht op, we moeten daar weg. Vanaf dat moment ontstaat er eigenlijk een vete tussen Oldmans en ja. Ja, het ja. ministerie van Buitenlandse Zaken en ja. Nederlandse politiek. En ja. uiteindelijk culminerend in een 40, 46 jaar lang durende strijd in ja. feite met buitenlandse zaken en vooral in de persoon van oh. Joseph Lund. Ja. Ook op onze wand ja, overigens. Ja, ja. Dus we brengen ook al die vijanden, die oude ja. vijanden, weer bij elkaar. Ja, ja, ja een ja. vreselijke schaft, zoals ze hem noemen. Die lunch, ja, dat ja was die, die aante ja. Wel de man die de Hermelijnen mantel van binnen droeg. Omdat ja. hij De Hermelijn aan de binnenkant van ja, zijn mouw. Toch weer twaalf punten. Ja. ja, en om Oltmans te belasteren, werd in het circuit en door journalisten, en dat is een van de schandalige dingen, door buitenlandse zaken en ja. anderen, zijn allemaal valse geruchten over Oltmans rondgespreid, is later ook bewezen in rechtszaken dat het onzin was. Mm -hmm. werd gewoon braaf door allerlei, uh, door wat ze nu zouden noemen... nette kranten overgenomen. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat hij het zou hebben gedaan met de Indonesische president... dus dat hij een, een nou, volkomen corrupte verhouding daarmee had. Uh, in een gesprek met Theo van Gogh wordt hem dat voorgelegd. Maar de mare ging, willen dat je met hem naar bed ging, klopt dat? Ja, nou ja, kijk, daar reage, liever reageer ik op zulke shit ja, maar niet. Joh. Goed, ik bedoel, shit. ik weet best wat Zo een, een lekker geintje is, maar niet een oude, een oude president uit Indonesië zegt dat. Is, de, acht je mijn smaak uh, niet van een andere kwaliteit? Ik acht jouw smaak oude, plin, plin presidentieel. Ja, nou kom, zeg, fuck it. Ik ben totally uninterested in... Okay. in boven de 26 komt bij mij niet uh, okay. de deur. Ja, kom er maar ja. Hij is overleden in 2004. Hij zou nu meteen een MeToo'tje aan zijn broek hebben, denk ik zo. Toch? Uh, ja, ik heb, ik heb nog wel een appel met hem te schillen. Hoewel ik dat ontzettend leuk vond. Ik was een keer bij de vijf-uur-show te gast, samen met Winston Kerstanovic. En Oldman zat tussen ons in om iets over het Koningshuis te zeggen. En ik moest iets vertellen over of het nou wel of niet mocht dat postbodes met een korte broek de post mochten bezorgen. En yeah. vlak voordat het begon om ons uit, ons, uh, <laughs> nou, uit onze pozen te halen, had Oltman zijn handen zowel in dat kruis van Winston als in mijn... En Kneep, niet onhard. En, en de vetste knipoog die ik in mijn leven heb gekregen. En het enige wat hij zei. Just checking. <laughs> maar ja. goed, dat is Ja, een, zo was uh, hij. Ja, Tot op ja. hoge leeftijd zag hij er fantastisch uit. Vaak trouwens ja. in een korte broek, altijd gebruind. Ja. Op de fiets over de Prinsengracht Graatschim, zo nog gaan. Ja. Uh, en ik zat altijd op zondagavond in een, in een soort radioforum voor Radio 1. En daar schoof hij dan ook aan. Um, en daar ja. zat hij ja dan nam ik mijn toenmalige wel eens mee mijn teerbeminde. Ja. en dat die negeerde hij want vrouwen werden natuurlijk compleet genegeerd ja. want hij was van van de jongens um, en dan zei hij ook tegen mij: Kom jij maar eens even een keertje met mij mee? Een avondje. Dan zullen we nog wel eens zien. Ja. Weet je wel, hij ging even laten zien ja. dat ik zeker geen hetero zou zijn. En nou ja, laten we wel wezen. Willem had ook een punt. Ja, um, ja jammer. Wij missen hem. Uh, hij is al 18 ja, jaar niet meer hier. net als Theo hij is wel natuurlijk op ook. een bepaalde ja. Theo zeer. Nee, maar ze dat, dat goed in die zin waren ze aan elkaar gewaagd. Hè? Dat ja. Extreem recalcitranten. Uh, ik denk dat ze elkaar ook wel uh, heel erg respecteerden. Dat ze ja. uh, niet bang zijn dat iedereen tegen je. Is. Dat is en die, types, die, ja, die types zijn in de media nu te schaars, want je wordt, ja, je wordt gewoon gecanceld, klaar. Het kan niet meer. Hoewel ik denk dat het nog wel kan en dat ze gewoon moeten volhouden en door moeten gaan. Um, hij is wel goed geëindigd. Hij zei op een gegeven ogenblik: ik ben terug bij af. Maar de bedoelde die iets heel goeds mee, want na al die jaren procederen heeft hij uiteindelijk met de minister-president allerlei hoogwaardigheidsbekleders ja. kwamen eraan te pas en heeft hij een schadevergoeding gekregen van ja. netto acht miljoen ja. om. Uh, ja, in feite die, 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 die lastercampagne ja. van buitenland, ja. zaken van lunch en consorten, uh, af te kopen. Ja. En hij heeft er niet lang van kunnen genieten, maar een ja. jaar of twee. Ah, hij heeft nog wel, hij heeft meteen een Steinway-vleugel gekocht. Onmiddellijk. Ja. En waar is het geld uiteindelijk? Ik geloof dat hij, want hij had een hele goede band met zijn hospita, ja. ik geloof dat hij uh, de, de jackpot heeft ontvangen. Ja, ja leuk toch. Dat je Ergens dat dus, hij is een hele goede snop om een keer in, uh, aandacht aan te besteden. Tegelijkertijd is het betreurenswaardig dat hij toch rijk gestorven is. Ja, dat, dat, is, dat hoort als, niet. Nee, nee hij, hij is deviant gedrag, maar dat past ook wel weer bij Holtman. Zo is het ook. Gaan we door? Uh, zoals dat heet, een, een sponsormomentje. momentje Er zijn oh, mensen Jezus. die denken: van ja, hello fresh. En snap, hoe kan dat nu? Dus we ja. hebben met de raad van bestuur en uh, verder om omstreken van Hello Fresh even contact opgenomen. En gezegd: jongens, dat kan zo niet. Uh, wij willen best uh, uh, gaan, gaan eten van Hello Fresh en, en die boksen bestellen en zo. Maar het moet wel een beetje op ons niveau. Dus, wat ja. heb je gevonden hiervan? Nou, ik moest lang zoeken, want er is toch nog best veel kip en ook, nog, uh, ook het varken komt voorbij. Maar oh. ik, uh, ik heb vandaag gekozen voor een garnalen spies met bulgur salade. Nou, dan weet jij, net als ik, niet wat boelgoer is. Dat heb ik nog even Dat is een tarwekorrel die eerst wordt gestoomd. en dan net wat groter is dan koeskoes. Nou, een beetje kort door de boel. Nou, ja, dat wist ik wel hoor. Maar garnalen spies, dan denk ik toch weer even aan mijn uh, <coughs> Japanse avonturen met garnaal. En ik weet dat jij daar niet zo goed tegen kan. Maar mm, de, die leed. de Japanners. Kijk, Hello Fresh, dat, uh, dat klinkt uh, vers. maar voor de Japanners is het pas echt, echt vers als. Een garnaal levend op de grillplaat gaat. Die wordt even dronken gemaakt in wat zaken. En dat heet de Dancing Shrimp. Die gaan dan op, maken dan nog drie noodsporen. Dat is Ja, Maar is dat disse. is wel, moet ik wel zeggen. Dat ja. was wel mijn beste garnaal ooit. En, ja. Um, maar goed, ik, ik geef toe, dat is. Uh, maar voor bij, de bij Teerhard, Hello Fresh hebben ze nog niet de dancing shrimp in de, op het menu staan, of wel? Nee, het zag er wel, het zag er goed uit hoor. Ja. Dat, uh, ja. Dus ik moet weer zo'n boxje bestellen. De man zonder afzegkoop. Uh, ja, maar goed, het, het is ah. wel zo dat HelloFresh je helpt met de dagelijkse boodschappen door het bezorgen van uh, hun maaltijdboxen. En je kan wekelijk ook nog kiezen uit 30 verschillende gerechten: maaltijd, vis, maaltijd. St stom, stukken he? vee, maar ook vega. Dus dat, uh, dat moet jou ook aanspreken. En je kan het ook nog iedere week aanpassen met, met hoeveel je aan tafel schrijft. Nou, zeg, wat is ja. een soep Ja, nee. Dus met de code Hello HelloSnopcast75 krijg je 75 euro korting op je eerste vier Een soort Hollandse clausule, toch even een korting. Ja. ja. Het snobject. Ik voel toch een beetje die spanning, op die maandagochtend bij jou. Ja. De week begint weer, je gaat weer knallen. Ja, nou, maar die spanning heb ik op vrijdag net zo hard. <laughs> dus wat dat betreft. Maar ik heb hem nu zelf verwend met iets wat uh, als heilzaam aangeprezen wordt om uh, je, je stressniveau naar beneden te brengen. Dat zijn deze drie gekleurde balletjes. Daar zit dons in en die zijn met uh, cashmere uh, omgeven. En ik moet hier nu één minuut langzaam in knijpen. En dan gaat mijn stresslevel omhoog. Jij gelooft dat dit werkt? Nou, het ging of... eerst omhoog uh, wegens de aanschaf. Maar nu ik het <skracht> in, uh, in knijp... Uh, nu het in knijp heb ik he, 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 <sly> toch het idee dat het een heel klein beetje werkt. Cashmere ja. Ja, ja. balletje. Ja, ja sorry. <skracht> Ja, dit is misschien... Ik bedoel, na het kashmir springtouw dat nog echt een functie ja, heeft... is dit ja. misschien wel het meest onzinnige... Uh, nee, ja. nee, nee. Er komt nog een heleboel aan, joh. Dat is eigenlijk de enige <laughs> reden dat we dit moeten volhouden. Okay. Maak je borst maar naald. Oké. een en Ivo, ja, ja, tonen ja, begrip. Ja, ja, ja. <laughs> En dan is het nu tijd voor muziek, Ivo. Maar voordat we dat doen en we weer van de... Uh, allemaal jonge bros van de milieu naar de buitenplaats helpen... althans, uh -huh. de eerste stapjes... Uh, toch even een, uh, een ingezonde mededeling weer. Iemand uh, liet op ons Instagram-kanaal, op de Snopkast uh, weten... ja, uh, dat zinnetje wat we uh, vorige week aanhaalden... ik ben in een zevenzonde ribben aan het lienen... Ik dacht dat dat ging over een BMW 7 serie Hier wordt geopperd, geopperd dat dat toch een golf, een Volkswagen golf moet zijn. Ja. Um, maar ik denk dat dat ironie is. Want het is wel waar dat als je echt gesneden wordt, mm -hmm. en laten we zeggen, met 140 in de stad iemand voorbij krijgt, is het in 9 van de 10 gevallen een zwarte golf, Polo of Seat. Ja, zeker die laatste. Ja, de Seatjes. Oh. Oh, ja. Ik heb, ik, in de tijd dat ik nog Maserati reed, ik ben tegenwoordig wat beter gaan rijden... Ja. Um, had ik altijd gedonnen met die, met die agressieve uh, Seatjes achter me aan. En toen heb ik een stukje geschreven over... Uh, wat is er toch mis met de seat -rijder? Ook opgevraagd bij verzekeraars. Het blijkt dat seat in die tijd de gevaarlijkste ja, ja, door rood ja. licht Ongelukken veroorzaken, ja. veel boetes. Um, ja. dus dat waren, en de zwarte Seat dan vooral. Nou, en dan, uh, dan gaan we een stukje cultuur beleven. Ja. Uh, de nieuwe track uh, heet 'Mode Show', beetje zijtitel Artiest is de heer Lassa met uh, een dollar esjes, uh, Lassa, featuring Young Allens, Fresh, zonder uh, Klinkers en Mensa. Uh, en dan dus Lassa featuring Young Allens, Fresh en Mensa 'Mode Show'. Nou, het zou mij benieuwen. Uh, ik zie nu een meneer in een bomberjack en een mevrouw die de lippen nu al stijf op elkaar houdt. La sappad met die niggers man. Godverdomme, bent de driepie zeg. Hermes Riem, die was twee keer zes. Woetje snakes, krokolier. Ik zeg je toch dat ik met dieren ben. Wow, met dieren ben. Wat, wat zeggen die we nu? Ben. Godverdomme, die kan ik vatten. Ja, ja. Bent de driepie zeg. Drippy? Dat, dat is iets voor vrouwen is, toch? Dat is iets niet helemaal duidelijk. Hermes Riem, okay. een, Hermes Riem een, dat en, weet je. Daar heb je dus ook veel van. Die een, was een, twee, keer een, um, twee keer zes. Twee keer zes? Yes. Twee keer nou, 6. hij is boven de... 1200 euro, denk ik. niks onder de 1000 bij Hermes. Ja, Frisbee, maar goed, Maar twee keer 6 is niet 120, dus 1200 euro, denk ik toch? Daar gaan we toch naartoe. Twee toe. keer zes. Oké. Okay. Goed dat hij kan tellen. Uh, Gucci sneaken, sneaken, ja, Gucci Dat Hij heeft een riem dus, een, ja, dus, van, dus, kro van krokodillenleer. Dat, ja. dat is een hele goede. En jij zag dat dat kaartje eraan hing en dat is, dat is wel een leuk verhaal. Ja. Aan die petjes ook laten ze altijd het prijskaartje zitten van Gucci. Want het is natuurlijk heel veel namaak. Ja. Dus heeft laten zien dat je een echte hebt. Dan heb je aan de binnenkant van je petje het prijskaartje? Weet je, waarom doet me Gucci steeds TikTok? Nou, uh, die stijl. Hey, en ik zeg je toch dat ik met dieren ben? Nou, goed, dat voel je aan alles. Ja. ja? Um, het is een mensenmens. Mens. We gaan even kijken. Ik heb het denk ik in mijn DNA. Ja, die off-white heb ik op mijn lijf. Check mijn uurwerk, maar heb Belutij. En die louis jas die heeft twee kanten. Damiet, tas van met vier kanten. Je kent het wel, ik ben niet nonchalant. Ja, ja. En die off-white heb ik op mijn lijf. Nou goed, dat laat ik zitten, weet ik niet hoor. Check mijn uurwerk, maar heb. Weluus, weluus, weluus. Check mijn uurwerk, maar heb. w e l l o u s Nee. En die Louis-jas, dat zal een reversible zijn. Dat hij is, zegt, dat hij is een twee kanten. Vuitton, neem ik aan, ja, Louis. Uh, en Damier, dat valt me ook mee. Dat, dat is Damier-tas. Damier, want je hebt dus Louis Vuitton, heeft dat de logo LV. Maar je ja. hebt ook dat damstenen-patroon van Louis Vuitton. En dat heet het Damier-patroon. Dat is best chic dat hij daarvoor is. Daar kiept. zit hij goed in, hè? ja. ja. Die jongen weet waar hij mee ja, voor is. Ja, vol met het staat tegen. Ja. ja, precies joh. Dit ja. zijn echte kenners. Kom op. Of buitenlander, haal die nieuwe easy uit verveling. Alle een dure je in m'n sportkling. Koop, koop alles dubbel, net een tweeling. Of... Ik koop alles dubbel voor ja, de zetraad. Daar ken uit. ik wel iets in. Is design voor oog. Amiri, ja. omdat zaken nu lopen. zakken gaan goed, bespek gaat omhoog. Jij bent arm met mijn elleboog. Je bent niet top pap, ik weet dat je loog. En ik pak meer pap, dat pap zo past. Als jij gaat shoppen, vraag je pa Oh my god, wat is mijn, nou? mijn stek gaat omhoog. Ja. 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 Moeten we toch die richting uit gaan denken? <laughs> maar wat is de, pap? is de pap? Je bent arm. <laughs> je bent arm net mijn elleboog. Um. Het is werkelijk. Je bent niet op pap. Ik weet dat je loog. En ik pak meer pap dan je pap zoekt pas. Wij moeten op cursus. We hebben, nu, we hebben het nu tien keer geprobeerd. We zijn yes. geen stap verder. We zijn werkelijk. We zijn nog steeds analfabeet. Maar het goede nieuws is: kijk, dit is een modeshow. Zij denken dat ze het begrepen hebben. We zijn de laatste natuurlijk om dat te ontkennen. Maar we hebben iets voor de Snopkastluisteraars. Wij gaan namelijk zelf ook een modeshow doen. Met deze types. Dus wij hebben op uh, zondag 29 mei uh, Snops in de zeil. Uh, ik haal mijn, uh, mijn kelderstandjes uh, tevoorschijn. Veel omgedragen pak uh, kleding, van alles. Beetje kakkersoutfits. En jij hebt al die merkjes. Ja. Ziek ja. als je bent. Ja. ja, ja. Uh, Etro, Chanel. Uh, uh, nou, de, hey, hallo. De Chanel. Ja. is limited edition vintage nooit gebruikt. Uh, maar. Oud vrouwtje op? geweest. Uh, nee, dat zijn <laughs> zwemvliezen voor je, voor je handen. Uh, en het schijnt dat er ook echt harder mee zwemt. Maar het uh, onberispelijke staat. Maar we hebben ook. Uh, Oude meuken Max Maxplay, wie wil dat niet hebben? Ja, natuurlijk. Eh? Daar had je er eh? nog drie van. Ja, ik, heb, twee, ik heb twee. Dus, ja. ik, ik heb de minst mooie, moet ik zeggen. Nee, maar we doen bijzondere dingen weg. Jongens, wil je erbij zijn? Het wordt ook leuk, want we, we, we gaan niet alleen maar spullen verkopen. Doen we voor het goede doel. Voor uh, Shelter Suit. Dat is een club die eigenlijk voor daklozen uh, een soort, ja een soort jas-slaapzakachtige. Uh, Jas maakt dat is natuurlijk sneu genoeg, maar goed, beter dan dat ze niets hebben. Uh, daar gaan we geld voor inzamelen. Dus de, de helft in feite van, van wat we op onze collectie kunnen verdienen, dat gaat daarheen. De rest moeten de kosten vanaf zo'n party. En wat we op die party gaan doen, is behalve eten en drinken gezelligheid, uh, een snoptest. Dus we gaan kijken of de mensen daar een beetje snappen, na tien afleveringen van Snopcast, hoe het heurt. Dus we gaan ze leren sabreren, we gaan ze leren duelleren, we gaan. Uh, ja, croquet we gaan proberen uh, hoe je een auto van voor de Eerste Wereldoorlog... een beetje van zijn plaats krijgt. We gaan natuurlijk Croquet. croquet. croquet the only yeah. sport where you can sip champagne, smoke a cigar in between shots. Heel goed. gaan we ja, allemaal testen ja. met de mensen. Hè? Ja. Dus het wordt heel gezellig. Kijk even op onze Insta-pagina uh, at The Snopcast... of de uh, show notes hier onder, uh, deze, um, nou ja, onder deze Snopcast. De Snopcast. Omdat je het waard bent. Ivo, we zijn er door. Ja. Nummertje 9. Nummertje 9, Jubileum volgende aan? keer. Ja. ja. En dan stoppen we ermee. Hele mooi. Ik denk dat we dan gewoon stoppen. Um, we, zijn, we zijn op. We zijn ik kort. fantaseer wel eens da daarover. Ik weet ook niet zeker of ik standhoud na de tiende. Dus uh, ik, ben, ik ben me ook aan het verdiepen in, uh, in Famous Last Words. Wat je, wat je moet zeggen als het moment daar is. En ik, uh, ik ben niet heel spitsvondig zelf nog. Maar ik had wel een mooi verhaal van ene James. Rogers, die in 1960 in uh, Utah als een van de laatste voor het uh, vuurpeloton moest uh, uh, opdraven. Omdat hij zelf iemand vakant had gemaakt. En uh, hij had een laatste wens. En uh, dat, dat wordt ingewilligd. Hè. Dat, dat is Zo is dat. Beeld. Ja. Dus hij zei: uh, Ja, ik heb maar één laatste wens. En uh, wat is dat dan? zei hij. Een GELACH